geachte heer, naar aanleiding van een tv-interview heb ik de brutaliteit u aan te schrijven. Ik ben in 1949 als dienstplichtig huzaar in de Willem III-kazerne opgekomen. Het jaar waarin ook het dienstplichtig huzaren muziekkorps is opgericht. Eindeloos heb ik de oefeningen van het korps mee moeten maken. Nu ben ik 85 jaar en verblijf in een verzorgingshuis. De wachtkamer van Magere Hein. Het zou mooi zijn als jullie hier een optreden zouden verzorgen. Bij wijze van afduur. Eens een huzaar, altijd een huzaar. Uiteraard. Heeft u nog een foto misschien van hoe u er toen uitzag? Iets anders. Ik had nooit gedacht dat het door zou gaan, door mijn verzoek. En dat het zo'n impact zou hebben, dat kan ik me niet voorstellen. Wat doet dat met u? Stijf van de zenuwen. Ik heb een paar borrels genomen, op zeker. Baret ligt klaar, zie ik. Baret ligt klaar. Jasje aan, baret op en naar beneden.